het is 3:30, 4:15. Over zo'n kwartiertje komt Philip Kook hier. Want dan gaan we koken. Hele mooie naam daarvoor, Philip Kook. Hij gaat niet koken, ik ga koken voor hem. En ik ga lekkere pasta maken met tonijn in tomatensaus. Ja, het is mijn lievelingsgerecht, zoals ik vorige keer al zei. Ik hoop dat hij het ook lekker vindt, maar ik weet dat het een beetje moeilijker eten is. Maar ja, dit is het enigste gerecht wat ik lekker kan maken. Dus ik ga mijn best voor hem doen. En nu ga ik nog eventjes pakjes uitpakken, want Annette is net thuis gekomen met pakjes. Die ga ik even uitpakken. En ook thuis gekomen met weer een Formule 1 raceauto. Nou hebben ze alle vier. We hadden er dus vier kunnen bestellen. En, dit is de laatste. Nou, dan ga ik nog even snel opruimen. Ik had al even opgeruimd in de keuken. En nu ga ik nog eventjes snel de stofzuiger door het huis halen. Eventjes die kleden allemaal van de bank. Want dat ziet er natuurlijk niet uit. De eerste. Zo leuk om al die baby dingetjes te krijgen. Hè? Een mooie babykaart erbij. Lieve Meloes en Arnold, gefeliciteerd met je zwangerschap. Lief Samantha. Nou, sokjes erbij. I love mommy. En I love daddy. Super lief, dankjewel. Ja, sokjes kun je sowieso nooit genoeg hebben. Dus, en dan. Matty mode staat erop. Met een bijpassend t-shirt. Wel heel veel stretching, dat is wel fijn. Nou, ik maak er in ieder geval deze week een foto van, dus check mijn Instagram even. En dit heb ik zelf besteld. Namelijk een flesje verwarmer met wat extra haakjes, kledinghaakjes, want ik heb zoveel kleding inmiddels. Ja, het is ja, zo, ja, bij de baby shower natuurlijk heel veel leuke babykleding gekregen, maar zelf ook dingen gekocht. En via de post natuurlijk van jullie heb ik al heel veel leuke kleding mogen ontvangen. Dus ja, de haakjes die waren wel op. Een hele hoop van deze schattige babyhaakjes. Ik dacht dat hij veel groter was. De flessenverwarmer. In 3 minuten opgewarmd. Nou ja, dat is wel fijn voor 's nachts. Dat je gewoon snel het flesje kan opwarmen. Hè. Je hebt hem klaargezet in de koelkast. En in 3 minuten is hij warm. Nou, en dan de tweede 3 minuten. Dus in totaal 6 minuten bezig om het flesje warm te krijgen. Hartstikke leuk. Ja, en deze heb ik ook zelf besteld. Dat is een kraampakket. De kraamzorg was geweest. En die heeft me aan mijn opdracht gegeven. Zo moest ik. Ons bed moet 80 centimeter hoog zijn. Nou, dat is hij dus niet. Dus daar moeten we nog eventjes voor zorgen. Ook de commode moet 90 centimeter zijn. Nou, die zijn meestal 90 centimeter. Maar de commode heb ik nog niet aangeschaft. Daar ben ik druk naar op zoek. Naar een mooie. Maar goed, die zijn standaard 90 centimeter. Dus dat komt wel goed. En zo moest ik ook wat dingetjes in huis hebben. Zoals de vluchttas. Een kraampakket. Ook al beval je niet thuis, moet je dat alsnog hebben. Nou ja, er zit van alles in. Dus die heb ik besteld. Dat spreekt voor zich natuurlijk. En die hoef ik echt niet te laten zien. Dat dus. Ik ga nu even snel opruimen. Want Philip komt zo. En dan gaan we lekker koken. Echt niet normaal dit. Deze deur maar even dicht doen. Ga eens even kijken of er überhaupt wel iemand stond. Ja hoor, kijk eens. Hallo. Daar zijn ze. Ik heb de deur wel meegenomen hoor. Hé hey, jongen, kom verder. Nou, ze zijn op dit moment eventjes aan het opbouwen. Ja, pak eens een nieuw als je wil. Philip? Waar is Philip? We gaan hem eventjes zoeken. Oh, wat was jij aan het doen? Oh, ga je andere kleding aantrekken? Ja, ik ga even omkleden. Oké, wie wil zien dat Philip gaat omkleden? Dus, maar ga je buiten omkleden? Ja, even snel, is zo gedaan. Oh, nou, dan doen we hem even uit. 20 kilo geleden wou ik me best wel omkleden hoor. Maar ik ben nog net mijn Loes. Philip, je ziet er goed uit. Ja, nee, dat is echt. Nog erger zelfs. Oh. Ja. Nou, we laten je eventjes met rust. Nou, moeten we die scène even overnieuw doen. Ja, dat komt hij aan, hè? Ja,
Duitsland. Nou, kijk eens wie we daar hebben. Nee, hier nog goed, hè. Dat gaat mis. Begint goed. Bij niemand minder dan, en je vergeet gewoon mijn naam? Nee. Wat is dit dan? Ik wou twee dingen zeggen bij het mooie huis van. Take 2. Oh nee, 3. Ja. Och, mag ik. Oh nee, geht niet. Hoor je dat? Dan komt er een Duitse doorheen. Dat geht niet. Niet tegen ons. Zo, dan zijn we dan in het mooie Duitsland bij het prachtige huis van niemand minder dan Marloes Oosting. Yay. Nou, ik moet even opletten, want de bel doet het helemaal niet. Dus ik moet eventjes kijken als hij voor de deur staat. Nou, Philippe, kom aan. Take 4. Oké dan. Nou, Philip staat voor de deur. Dus we gaan hem even verwelkomen. Hallo dan. Marloes. Kijk eens wie we daar hebben. Hey. Onze Philip. Welkom aan de vlog. Hallo mensen. Dus ik ga voor je koken? Jij gaat voor mij koken. Nou, kom erop dan. Uit. Wat zie je eruit? Oh. Ik hoop dat je dat goed bedoelt. Wat zie je eruit? Ben je met hetzelfde? Ja, ik ben op dit moment dikker. Ik heb je ingehaald, Philip. Ja, dat is een hele kunst. Kom. Godverdomme, Philip. Ik ken een lamme aan van jou. Ja, het is wachten en zo rood. Ik ben al klaar, iets. Wat dan? Doe je? Dat is mijn adem. Ik voel een beetje ruis. Is de koelkast denk ik? De koelkast? De koelkast denk ik, die hoort wel. Geen idee. Echt? Ja, het is wel heel irritant. Doe die koptelefoon maar af. Nee, actie. Zo, stap weer lekker bij Marloes in de keuken. Ja, welkom Philip. Wat jij mag dan deze tomaatjes door de helft snijden. Allemaal? En dan doe je ze allemaal. Ze zijn heel veel, hè? Ja, en dan doe je ze allemaal eventjes. Ja. Ik heb het met haar moeten doen, dus. Het is geen gel of zo inderdaad, toch? Nee, het is netjes gewassen. Goed. Okay. Hij is even kijkers van de vlog van Marloes. Dit vind ik echt heel lekker. Heb ik gemaakt, heb ik gesneden. Dit vind ik vies. Dit vind ik vies. Maar waarschijnlijk vind ik het eindresultaat gemixt en alles gaat heel lekker worden, ik wil laten vertellen. Vind je het echt vies? Natuurlijk. Ja, dat eet toch een mens. Vrijwillig. Ja, het is echt jong. Dat is zo lekker. Wil je hem ook heen? Waar ik mee ga beginnen, dat is de olijfolie. Die ga ik er vast eventjes in gooien en die moet even goed warm worden. Maar, kan ik een beetje filmen? We zijn aan het opnemen. Even een stuk opnieuw. Echt niet met ons deelt. Of. Ja. We waren met de IVF bezig, dus ik denk als het gaat lukken. Jullie waren daarmee bezig, maar wist je van, dit gaat echt direct lukken? Of? Nee, dat weet je van tevoren nooit. Maar bij de laatste poging. Oh ja, hadden wij... een poging. En actie. Nou, ik ben benieuwd, Marloes. Alles staat echt tegen elkaar. Wat ik eerst ga doen voordat ik ga opscheppen. Ja. Is jou eventjes een lekkere, droge, rode wijn inschenken. Jij snapt het. Jij snapt het. Je bent de eerste die me snapt. Ga even maar staan hoor. Zo, leg de buik even op tafel. Of iets. Lekker charmant. En ik doe even goed zo. Nou, dat was hem. Nou mag jij het doen. Ik denk dat jij het beter in bent. Ik mag natuurlijk ook geen mooie wijn nu, dus ik geef jou een mooie wijn en ik doe zelf een lekker watertje. Ik wil voor jouw fans, hè, deze koken. Mm. Ja. Ik laat me afvragen, ik heb natuurlijk sorry, heb je niet last van je hond? Ja, ik maak hem alleen maar af. Ja? Hij, elke dag op de richting doet hij nog, dat schiet dus licht af. Nee, maar dat is geen geintje. Kutvraag. Nou, kom maar op. Kom maar op. Ik ben benieuwd wat voor vragen je bedacht voor mij. Wat zo rot zou zijn dat ik dat niet zou durven te beantwoorden. Ja. Ik ben benieuwd, want over het algemeen ben je toch wel eerlijk. Dus ik ga binnen. Je moet van goede huizen komen. En ik kom van goede huizen, want allerliefste Marloes. Ja. Lieve Marloes Oosting. Ja. Nu gaat mijn hart een beetje tekeer hoor. Ja. Zo officieel, ja.
Lieve Marloes, mag je jou heel erg bedanken voor het eten en het interview. Ja, nou jij ook hartstikke bedankt. Ja. Ik vond het hartstikke gezellig. Ik ga beter nog lekker opdrinken. Ja, doe dat. Ik wil buiten de kamer geven. Hey, bedanken. Mwah, ja. Hartstikke bedankt voor alles, hè. Dat was gezellig. Top. Cheers. Nou, Filip. Ja. Zit erop? Ik ga vandoor. Ik heb een buik vol. Ik heb een lekker toetje gehad. Ja, ik wel. Ik wel. Ja. Nee, maar het was een leuke uitzending. Ja, vond ik leuk. Ja, en ik ben heel erg benieuwd naar het resultaat. Jij ook, denk ik. Ga ik snel sturen. Ja. Ga ik heel snel sturen. En het eindresultaat is echt, echt top. Ja, nou, we laten het. Rutje was erbij, dus ja. Dan is alles goed, hè? We gaan naar huis met allemaal lekkere dingetjes. Ja, allemaal wat doen we. Die is al op, of niet? Bijna. Ah, ja, ja. Nou jongens, hele fijne avond. Hey, bedankt wel eens voor alles. Jij ook, Filip. Jij ook. Tot ziens. Doeg. Ciao, ciao. Zit erop. Het was een hele leuke uitzending. Gewoon gezellig. Straks nog van een heel leuk huispak en nog van een crème voor je buik. Speciaal voor vrouwen die zwanger zijn. Ja, dat doe ik dagelijks dus ook. Foto's maken van leuke kleding, of het dan voor jezelf is of voor kinderen. Omdat ik daar gewoon heel erg gek op ben, op mode. En ja, wie niet, dus hoe leuk is het als ik jullie ook elke week voorstel aan een van de leukste winkels van Nederland. Wat is er leuker dan echt een toplocatie daarvoor te hebben? Namelijk de babykamer. Helemaal weg van het behang. Ik ben helemaal weg van Chesterfield sowieso. Daar heb ik het bed ook van. Vind ik helemaal leuk. Maar goed, nu kan dat nog. Want straks hangen hier waarschijnlijk allemaal brulletjes en weet ik veel. Dus dan zal het ook wat minder gaan. Dus ik ga er nog even goed gebruik van maken. Dus we gaan even aan de slag. Het is zo lekker, jongen. Met knoflook. Oh, echt? Hier zit alles in. Dan moet even een daglicht zien. Nou, Anna is de hele buurt aan het grasmaaien. Nou, let niet op hoe ik het uitzie, maar jongen, het is vandaag zondag en ik was lekker rustig op de bank, lekker in mijn pyjama en plotseling kreeg ik zo'n buikpijn. Het ziekenhuis ook, kom maar gelijk hierheen. Maar het is allemaal goed gelukkig en ze zijn rond de 900 gram op dit moment, dus dat is helemaal perfect voor bijna 27 weken, voor een tweeling al helemaal. Nou, het is vandaag maandag en ik ben een beetje aan het bijkomen van afgelopen weekend. Het was niet zo'n heel leuk weekend, want ik had best wel last van alles. Vrijdag begon dat met de opnames bij Filip. Zaterdag daarom een etentje afgezegd. Ik had met vrienden afgesproken. Anna en ik hadden met vrienden afgesproken in Tilburg. Maar ik zit ontzettend op tegen die reis heen en terug naar Tilburg. Dus 2,5 uur heen, 2,5 uur terug. En aangezien ik al niet lekker was, denk ik, dan wordt het alleen maar erger op. Dus dat afgezegd. Dus gewoon rustig aangedaan. En zondag, kreeg ik dus in één keer vette buikpijn. Dat hield echt 4 uur aan. En toen zei ik van, nou, we moeten naar het ziekenhuis, want dit kan toch ook niet goed wezen. Wat is dit?
Dus nou ja, bleek niks aan de hand te zijn met de kindjes. En ja, waar die buikpijn vandaan komt, dat kan natuurlijk groeipijn zijn. Ik ben maar klein en er zit een tweeling in. En dit zijn de laatste 2,5 maand. En ja, dan gaat het echt heel hard. Dan ja, nemen ze toe in gewicht en dan gaat het gewoon dubbel zo snel. Dat kan het zijn. Maar goed, het kunnen ook mijn darmen zijn. Ik bedoel, ja, waar zit alles nu? Als je mij ziet. Zelfs in het ziekenhuis zeggen ze, hè, is zij zwanger van een tweeling? Zo klein vinden ze mijn buikje. Terwijl de baby's gewoon echt op gewicht zijn. En ik maar heel klein ben. Dus ja, waar zit alles? Vraag je je dan af. Dus het is logisch dat ik misschien daar ook buikpijn van kan hebben. En ja, of een blaasontsteking. Maar dan krijg ik de uitslag van vandaag te horen. Maar dat denk ik zelf niet. Want ik heb nou geen last meer. Nou, maar krijg ik zoiets leuks. Krijg ik een leuk cadeautje van. Kijk, echt super mooi. Dat is altijd leuk om te krijgen. Maar dat is een box. Een hele mooie box. Met bloemen. Box of happiness. Nou, sowieso is dat gewoon een heel leuk ja, item om een cadeau te doen eigenlijk. Ik ga er ook een foto van maken. Zet ik op social media. Het is echt super mooi. Dus die gaan we even een mooi plekje geven zo. Verder gaan we vandaag niet zoveel doen. Ja, ik heb ook besloten dat ik gewoon even wat rustiger aan ga doen. Dus ik had bijvoorbeeld volgend weekend ook dingetjes gepland. Zoals een fotoshoot van mijn buik. En ik heb daar eigenlijk op dit moment niet zoveel zin in. Dus die heb ik ook afgezegd. Zo zijn er wel meer dingetjes die niet echt noodzakelijk zijn. Pak ik toch liever mijn rust nu, op dit moment. Nog even over de namen. Ze zijn nog niet geraden, in ieder geval niet alle twee. Eén die komt wel al een paar keer voor, dus één wordt steeds wel geraden. Maar goed, je moet ze alle twee goed hebben natuurlijk. Dan kom ik pas bij het thuis. Ja. Wens ik jullie allemaal een hele fijne week. Het wordt mooi weer, heb ik begrepen. Dus we kunnen nog weer even lekker genieten. En tot slot natuurlijk, abonneer je even als je dat nog niet had gedaan. En een duimpje zou ook super lief zijn. Ja, dan zie ik jou volgende week weer, denk ik. Hoop ik. Tot dan. Onze liefde zal nooit voorbij gaan. Het blijft altijd bestaan. Als een ster in de